Stel, je werkt als een softwareontwikkelaar voor een Duits bedrijf, maar je woont wel gewoon in Nederland en je staat hier ook ingeschreven. Moet je dan belasting betalen in Nederland en in Duitsland? Dat kan niet de bedoeling zijn, toch? En gelukkig hoeft dat ook niet. Nederland maakt hierover namelijk afspraken met landen in de vorm van belastingverdragen. Ieder land heeft een ander belastingstelsel. Die stelsels sluiten niet altijd even goed op elkaar aan. Dat heeft gevolgen voor mensen die wonen in het ene land en werken in het andere land, zoals de softwareontwikkelaar waar we het net over hadden. Om dubbele belasting te voorkomen is het belangrijk dat landen samen afspraken maken. Zeker als burgers en bedrijven in die landen veel met elkaar te maken hebben. Zulke afspraken leggen landen vast in een belastingverdrag. De betreffende landen spreken dan voor allerlei gevallen af welk land belasting mag heffen. Daarbij maakt Nederland ook afspraken om te voorkomen dat een belastingverdrag wordt gebruikt om belasting te ontwijken. Belastingverdragen kunnen anders gebruikt worden dan de bedoeling is. Bedrijven kunnen hun investeringen bijvoorbeeld omleiden via andere landen om zo een gunstig belastingverdrag toe te passen. Dit heet treaty shopping. Nederland heeft belastingverdragen met meer dan 90 landen. Niet alleen met onze buurlanden België en Duitsland, maar ook met China, Brazilië, Polen, Griekenland, Mexico en ga zo maar door. Elk jaar komen hier landen bij en passen we bestaande verdragen aan. Belastingverdragen maken het makkelijker voor bedrijven om actief te zijn in deze landen, omdat ze weten waar ze aan toe zijn op belastinggebied. Dat zorgt voor een betrouwbaar klimaat om in te ondernemen. Een land dat veel belastingverdragen heeft, is daarom ook aantrekkelijk om bijvoorbeeld het hoofdkantoor in te vestigen. Ik denk dat het nu wel duidelijk is waarom Nederland veel belastingverdragen afsluit. We doen dat ook met ontwikkelingslanden, zoals Bangladesh, Ghana en Zambia. Daarom houdt Nederland bij het maken van afspraken met deze landen rekening met het volgende. Dat deze ontwikkelingslanden voldoende belastinginkomsten overhouden aan activiteiten van Nederlandse bedrijven in het ontwikkelingsland. We spreken dan bijvoorbeeld af dat zij belasting mogen heffen als een bedrijf in het ontwikkelingsland dividend of rente betaalt aan een bedrijf in Nederland. Kortom, een belastingverdrag is een afspraak tussen twee landen over welk land belasting mag heffen. Dat is handig voor burgers en bedrijven, want de afspraken helpen voorkomen dat er dubbelbelasting of juist helemaal geen belasting wordt betaald. Nederland heeft al ruim 90 belastingverdragen en in de toekomst worden dit er waarschijnlijk nog meer. Dat is niet alleen goed nieuws voor onze softwareontwikkelaar, maar voor alle burgers en bedrijven. In ons eigen land en internationaal.